Tot opluchting van iedereen is Pedro vanmorgen vroeg gezond en wel aangetroffen in een plantsoentje in de buurt van zijn woonhuis. Maar het had heel anders kunnen aflopen. Niet in de laatste plaats omdat het wel heel erg lang duurde voordat de politie werd ingeschakeld. Terwijl in dit soort vermissingen juist iedere minuut telt. Die is natuurlijk heel belangrijk, want hoe meer tijd er verstrijkt, des te groter wordt de cirkel van het zoekgebied. Want het jongetje kan zich op meerdere manieren verplaatsen. En als hij dan 16 uur weg is, op het moment dat het bij ons bekend is, ja, dan is die cirkel natuurlijk heel groot. Dan kan hij heel Nederland bevinden, misschien wel daarbuiten. Op de school van Pedro zijn ze erg geschrokken van wat er is gebeurd. En dat het eigen protocol niet is gevolgd. Het protocol zegt dat als kinderen 's morgens niet op school zijn, er is geen melding van de ouders daarover binnengekomen, dat de ouders dan gebeld worden om na te vragen waar de leerling is. En hoe is het gisteren gegaan? Gisteren is de leerling niet op school gekomen en de leerkracht heeft verzuimd de ouders te contacten. Uiteindelijk is het goed afgelopen, maar daar was uitgebreide politieinzet voor nodig. We hebben natuurlijk wel met eenheden gezocht, zowel uit Amsterdam als uit Noord-Holland. Er zijn ook speurhonden ingezet en uiteindelijk heeft dat niks opgeleverd. Toen hebben we Amber Alert geactiveerd en 's nachts is er ook nog met een heli gezocht om te kijken of we Pedro konden vinden. Gelukkig is het in dit geval heel goed afgelopen en is de leerling boven water gekomen. Maar de leerkracht trekt zich dit natuurlijk terdege aan. En de school, wat gaat die doen? De school zal natuurlijk het protocol nog eens goed tegen het licht houden. En het heeft voor alle docenten natuurlijk het gevolg dat ze daar nog eens goed naar kijken. En weer met elkaar erover praten om het in de toekomst te volgen zoals bedoeld.